Het jaar 2022 is over enkele uren achter de rug. Het was volgens verschillende mensen uit de samenleving een van de zwaarste jaren sinds de komst van COVID. Onze nieuwsdienst vroeg diverse personen uit het bedrijfsleven om een Oroyari-boodschap. Een van de meest voorkomende boodschappen vanuit het bedrijfsleven was dat iedereen voorzichtig moet zijn met vooral vuurwerk en elkander liefhebben. Is het laten we zeg maar positief blijven. Positief in de zin van niet alles negatief, vanuit de negatieve kant bekijken. Laten we keuzes maken. Het is een moeilijke tijd, het is een uitdagende tijd. Laten we keuzes maken, laten we kritisch zijn op de maatregelen die worden genomen, op de organisaties die diensten blijven geven. En laten we dus kritisch zijn, niet in de zin van klagen, maar een positieve feedback geven, zodat zeg maar, en vooral wij als organisatie appreciëren het heel erg als onze klanten ons positieve feedback geven. Want daardoor kunnen we ook onze dienstverlening verbeteren. En nogmaals, het zijn uitdagende tijden. We kunnen niet alles doen dat we zelf meer willen doen. Dus ook daar zullen we ons moeten aanpassen. Maar laten we de moed niet opgeven, laten we gewoon doorgaan. Want als we de moed opgeven, ja, dan hebben we ook niets meer. Nou, in verband met oudjaar zou ik alvast willen zeggen, heel voorzichtig zijn met vuurwerk. Als verzekeraar van brandverzekeringen moet ik die oproep doen aan de samenleving. Ook bij publieke evenementen heb ik de laatste tijd gezien dat er grootschalig vuurwerk wordt afgeschoten. En ja, soms denk ik, in de roes van de feestvreugde vergeet men de risico's die dat met zich meebrengt. Dus ik zou een beroep willen doen op de samenleving om heel voorzichtig te zijn met vuurwerk. En ik hoop dat dus de autoriteiten, met name de politie en de brandweer, ook de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat we een veilige en dat op zich veilige jaarwisseling hebben. Ook drinken, gematigd drinken en aan het verkeer deelnemen is iets waar we denk ik op moeten letten. Want we zien vaak een piek rondom de jaarwisseling in aanrijdingen. En hoewel je dit niet met zekerheid kunt stellen, kun je wel vermoeden dat er een verband is tussen de feestvreugde en het aantal incidenten in het verkeer. Dus ik wil ook een beroep doen op iedereen. Het verkeer is ook heel erg druk. Mensen raken ongeduldig, willen borrelpassies nemen en dergelijke. Dus ik wil een beroep doen op iedereen om toch met z'n allen, we zijn allemaal Sranamangs, het is Oroyari. We willen allemaal op straat zijn, dat toch allemaal de nodige voorzichtigheid en geduld met elkaar betrachten en acht nemen, zodat we een veilige jaarwisseling hebben. Mofoyari is voor ons. Voorzichtig, alsjeblieft. Ik wil altijd iedereen heel huids terugzien in januari, terug op kantoor, maar ook gewoon in de gemeenschap als ik rondwandel of wat dan ook. Heb ik het liefst dat ik mensen kan zien met een smile en alle 10 tenen en vingers en beide ogen nog hebben. Dus vooral met vuurwerk, extra voorzichtig zijn alsjeblieft. Veiligheid. En dan zeg ik, mensen, let op je gezondheid. Dus echt helemaal naar je gezondheid. En dat, met gezondheid bedoel ik, hou rekening mee dat er nog steeds COVID is. Je kan COVID oplopen. Er zijn heel veel feesten. We mogen nu wel weer feesten. Wees voorzichtig. Maar ook met het vuurwerk afschieten, ook voorzichtigheid. Want wat je niet wil hebben is dat, ik zeg het altijd, je betaalt niet graag voor een ongeluk. Want je gaat vuurwerk kopen, je krijgt het niet voor gratis, je moet ervoor betalen. Dus alsjeblieft voorzichtig daarmee. Van de regeringszijde was de boodschap bijkans hetzelfde naar de samenleving toe. Ook vanuit de publieke sector hoopt iedereen op een voorzichtige jaarwisseling. De samenleving zegt Mofoyari. Dus als we kijken naar het einde van het jaar, ik vraag aan ieder. Zorg ervoor dat u heel voorzichtig omgaat met vuurwerk. Zorg ervoor dat u de bekendmakingen volgt. Zorg ervoor dat u op elkaar let. Zorg ervoor als u gaat drinken, dat u met mate drinkt. En zorg ervoor dat wij er voor elkaar zijn en dat wij gezamenlijk elkaar terug willen zien in 2023. Een nieuwe jaar, waarbij we dan een nieuwe start kunnen maken. En maakt niet uit wat voor doelen u had in 2022, als het niet gecontinueerd is. Ofwel, dat u in 2023 dat wel goed kan gebruiken. Lobby is belangrijk. Ik zeg het in Sranatongo. Lobby. Presidie Dening.
Maar respect moet deze sowieso inen. En laten we ervoor zorgen dat we elkaar respecteren en dat continueren. Dus Brada Nangasa, ik hoop dat u een leuke jaarwisseling mag hebben. Een gezegend jaarwisseling. Maar let u erop, lobby de belangrijk. Plezier de inen toe, maar respect moet de je makandra. Ik wens jullie allemaal veel geluk toe. Veel liefde, veel gezondheid. Ik dank het volk voor het geduld wat ze met ons hebben. Ik weet dat het moeilijke tijden zijn. Maar ik geloof echt dat we op een dag samen gaan staan, u en ik. Dat we samen zeggen, ay, we leven eindelijk in het land die God voor ons heeft bedoeld. Want dit is niet zomaar een land. Ik ben in honderden landen geweest. Suriname is en blijft het mooiste land van de wereld. En voorzichtig vooral met vuurwerk. Laat me niet morgen op een nieuws site lezen dat je neus eraf is of je hand eraf is. Gewoon voorzichtig. Gebruik een lontje, gebruik een wierook om af te steken. Ga niet Biggie Mang spelen, want niemand gaat naar je kijken als je in het ziekenhuis ligt. Doe voorzichtig en ik reken op je medewerking. En mijn boodschap naar mijn collega's, mijn boodschap naar de samenleving is... willen we de wereld verbeteren, dan begint het echt wel bij onszelf. En laten wij met die mindset 2023 ingaan. En dan denk ik dat we gezamenlijk, als we allemaal een klein lichtje hebben, dat we samen een groot licht kunnen creëren in de tunnel waarin we soms denken dat we zitten. That at this time of the year we often reflect on our relationships. We reflect on the quality of the community life and the results of our actions. Keeping in mind of keeping a healthy mindset in this drastically changing global environment has become very challenging. Niet alleen in Suriname, global. Vanuit deze kant wensen staf en personeel van ATV de gehele Surinaamse samenleving een zalig en vooral voorzichtige jaarwisseling. Maar bovenal een gelukkig nieuwjaar.